Het winnen van de Herman Wijfelsprijs heeft een enorme positieve bijdrage geleverd aan het project. En ook de bekendheid van het project, zodat het bij apothekers en bij zorgverleners het bekend was wat er ging gebeuren. Zo'n tempelskaartje ontwikkelen, dat neemt toch een 2 jaar in beslag. En al die tijd ben je eigenlijk een klein beetje onzeker, totdat je zo'n prijs wint. En dan heb je echt de erkenning waarnaar je zoekt. Dus dan ben je ook bevestigd in je innovatie van, ja, dat is wat de markt vraagt. De Rabobank directeur Zorg heeft ervoor gezorgd dat ik in contact kom met de zorgverzekeraars en met de andere partijen die een belangrijke rol in dit project kunnen spelen. Want zij openen deuren die je zelf als kleine ondernemer niet open krijgt. De apothekers gereageerd van kunnen we niet meedoen in de proef. Er is een proef gestart met 10 apothekers, ziekenhuisapothekers in dit geval. Het winnen van de prijs geeft vertrouwen. Hierdoor is het product veel sneller uit te rollen. En dat is belangrijk om de besparingen te kunnen realiseren. Collega's zijn nieuwsgierig van hoe werkt het, wat gaat het inhouden en wat kunnen we ermee. En collega-fabrikanten die zijn erbij gebaat dat hun geneesmiddelen goed gebruikt worden. En met deze techniek gaat dat ook gebeuren. Voor techneuten is het echt erg leuk om in belangstelling te komen. Dat gebeurt niet zo vaak. In dit geval krijg je erg veel publiciteit, ook zelf. Word je betrokken bij allerlei andere zaken. En leuk om te doen. Dat is het zeker.